Johan, we waren het een beetje gewend met Marianne Vos, maar dit is nieuw, dit is mooi. Hoe zou je dit willen omschrijven? Ja, het is leuk en mooi, zeker. Maar de meiden hebben er hard voor gewerkt. We hebben echt heel goed naartoe gewerkt met WK. En dan zie je wat voor resultaten kan brengen. Heb ik het juist dat Talita de Jong een ontdekking van Johan Lammerts is? Nou, dat wil ik niet direct zeggen. Het is van lang geleden, toch? Ja, dat weet ik wel. Maar het is toch zoiets. Afgelopen jaren, ze heeft een moeilijke periode gehad nadat het gevallen was met het WK op de weg. En eigenlijk heeft ze vorig seizoen eigenlijk niet kunnen veldrijden. En, ze was natuurlijk verrassend met het WK in hoge rijden, waar ze achtste werd. En de afgelopen maand, anderhalve maand, heeft ze dan toch weer laten zien dat ze het veldrijden best wel goed is. Met deze wereldtitel is dat de kroning van het seizoen natuurlijk. Ja, ik kan vragen hoe groot haar talent is, maar dat is evident als je wereldkampioen wordt. Maar kun je eens inschatten wat voor toekomst voor haar ligt? Ze is jong en ze laat ook zien dat ze karakter heeft, want ze komt terug. Nou ja, zeker. Hè. Ze had niet de beste start, hè, met die halfpartij. En als je dan uiteindelijk zo terug kan, uiteindelijk die wereldtitel vasten. Ze is nog hartstikke jong, zeker. En ze heeft heel veel toekomst. Had jij gedacht dat ze wereldkampioen kon worden? Ja, ik had wel gedacht dat ze maar zou kunnen meespelen. Ook met, omdat Marianne er niet is en Veronique Bouvot er niet is. Dus dan zijn er toch twee renners die normaal gezien mee zou kunnen doen om de wereldtitel. Dus ja, die kans was er zeker. Ja, nou heeft ze zelf altijd gezegd, ik probeer onbevangen te blijven deze weken. Zeker na de nationale titel, zeker na de tweede plek in Oogrijd. Lukt dat ook? Moest je druk bij haar wegnemen? Nee, ja, het ging prima. Weet je, ze was rustig. Ze werkte gewoon naar deze dag toe en het was prima.